Jij hebt niet het idee dat die drie elkaar een beetje in de weg gaan lopen, Hans? Die zouden elkaar in de weg kunnen lopen. En dan zou je moeten zeggen, als het even niet loopt en een ploeg die gaat een gordijn optrekken of een muur, dan zal Suárez wat breder moeten spelen en Aissati wat breder. Maar je hebt wel drie mensen die er alle, die met z'n drieën maken ze 50 goals. En 50 goals is veel. Johan, als je dit ziet, deze opstelling, wat denk jij dan? Nou, dan denk ik, wat een zelf ingenomen kwalletje is die Kraai. Kan hij misschien de opstellingen, kan die de opstellingen misschien maken voor alle eredivisietrainers? Dan zijn we helemaal, helemaal uit de brand. Helemaal belachelijk. Ik denk dat geen enkele... Mag ik even? Ik zit 3,5 jaar naast jou hier aan tafel. Nou, laat ik me niet voor dat soort achterlijke dingen laat ik me uitmaken. Zo praat ik tegen jou ook niet. Ja, zo praat je tegen mij ook niet. Nou, maar ik bepaal welke toon ik aanslaan. Ik bepaal of ik reageer. Ik vind het gewoon lachwekkend hoe jij nu praat. Echt lachwekkend. Ik geef alleen maar een suggestie. Dit is een programma om je mening te geven. Ik kan ook zeggen van alles staat hier. Jawel. En ik hoef niks te zeggen. Dat zou je kunnen doen, ja. Dan ben je feitelijk wat juister ingevoerd. Ja. Nou, maar ik laat zo niet over me praten. Oké, okay. Maar ik vind het belachelijk in ieder geval dat Hans Kraaij van Liende hier op de televisie de opstellingen gaat vaststellen. Want dan zeg ik, joh, doe het voor iedere club. En dan ga je alle clubs regeren. Want hij weet helemaal niet van de omstandigheden die daar zijn. Ik weet alles van de omstandigheden. Ik spreek Martin Jol. Ik weet dat hij veel scorend vermogen op wil stellen. Ik weet waarom hij Pantelits aantrekt. En ik zeg alleen in het begin van de uitzending, Svitanić is geen koekenbakker. Dat mag ik zeggen. En net zo goed als jij je mening mag geven over Ajax, Feyenoord, PSV, over Gullit, Van Basten en dat jij Van Basten niets mag vinden, mag ik een mening hebben over een opbouwende mening over een opstelling. Je moet nog vast even naar de reclame, man. Als je dan een kwal bent... De papiertjes van zijn vader had altijd al opstellingen. Dan ga je mijn vader weer erbij halen. Nee, maar jullie lopen altijd de sjouwen met papiertjes. Jij noemt mij een kwal. Daar gaat het om. Daar heeft mijn vader helemaal niets mee te maken. Nee, maar ik zeg, de familie die heeft wat met papiertjes. Nou, jongens, we hebben nog een uur en een kwartier. Zelf met die papiertjes. We hebben nog een uur en een kwartier. Ja, natuurlijk is, ik heb de opstelling van PSV. Ook nou, dat mee, nog. Die krijg jij mooi niet meer vandaag. Die hou ik wel bij me. Lekker verhaal. Waar heb jij dan wel niet gespeeld?